Bij handbalvereniging Strijd in Vrede in Beek en Donk werd een benefietwedstrijd verschoten. In navolging op het succes van vorig jaar verleende de handbalvereniging haar medewerking voor deze wedstrijd. De opbrengst was geheel voor de organisaties Alp Dues en het Koningin Wilhelmina Fonds, die zich inzetten om kanker te genezen. Naast ervaren schutters had iedereen de gelegenheid om met de handboogsport kennis te komen maken. Onder de individuele begeleiding kon men tegen een bedrag van 5 euro de eerste pijlen leren schieten. Deze opbrengst ging eveneens naar deze goede doelen.